Elia kan nu wel wat binnenhouden. Voorzit is ook goed, hij is de goede kans. Ah, Toornstra maar half. Kuit houdt hem nog binnen. Jurgensen misschien, ja! Jurgensen weer! 1-0 Feyenoord. Ze zijn al luid te horen, de supporters van Feyenoord, eigenlijk de hele avond al. Zij voeren de boventoon en nu op het veld Feyenoord ook. Uit de eerste de beste kans voor de ploeg van Bronckhorst. Nou, het is wel een duwtje hoor. Het is wel een duwtje. Ja, het mag van de scheidsrechter, dus voor mij mag het zeker. Maar normaal gesproken wordt hij voor gefloten. Voor wat Jurgensen doet. Karavajev. De bal wel langs Congolo, maar niet bij een ploeggenoot. Kuit, overtreding. Hè? Kuit is echt te laat. Nou, hij speelt de bal, maar leek mij niet. Nee, dus. Terecht gefloten. Petriak achter de bal. De bal draait gevaarlijk naar de kruising. Waar een hele goede redding van Brad Jones is. De vrije trap van Ljubenović. Die was echt precies in de kruising gevallen. Toornstra naar Elia. Ja, Elia heeft de bal. Toornstra voorlopig als enige voor het doel. Elia kijkt, Elia wacht. Daar is, komt Kuit. Ah, net niet. Goeie aanval weer van Feyenoord. Jurgensen. Rijkt. Karsdorp niet. Is dat een overtreding van Botteguin? Ja. En ook geel van Botteguin. Dat is een vervelende zo vlak voor rust nog even. Tikt hem aan van achteren. Begrijpelijke kaart. Maar een poging van heel ver. Haalt het strafschopgebied niet. Wel heel veel ruimte opeens. Slim gegeven. Dat is echt een kans. Hens, denk ik. Penalty. Ja, strafschop. En Botteguin. Krijgt hij dan ook een kaart? Ja, dan is het einde wedstrijd voor Botteguin. De wedstrijd op zijn kop in 60 seconden tijd. De arm is omhoog. Hij zegt hij komt op mijn hoofd. Hij komt ook op zijn hoofd en op zijn arm. Rafael achter de bal voor de 1-1. En die zit niet. En de rebound. Wel, ook dat nog. Ook dat nog. Alles zit tegen. In de slotseconde van de eerste helft voor Feyenoord. Miguel Nelom komt. En het is Jurgensen die eruit is. Karavajev. Oppassen voor Petriak. Goed getraaid. Prachtig gedaan. En weer een penalty. Nee. En dan is het ook geel. Dan is de Schwalbe. Dat is het dus. Is het buitenspel? Nee, dan is het raak. En nee, is het alsnog buitenspel. Feyenoord ontsnapt. Het gaat echt op dit moment. Dit is misschien net aan buitenspel. Dit in ieder geval niet. Dus in deze wedstrijd al meer pogingen op doel voor Zorya dan in de vorige drie bij elkaar. In de Europa League. Daar komt Paulinho. Het paasje is goed. Het doelpunt is niet daar. Zelfs geen corner. Kan Karstorp er nog iets mee? Nou, die is in ieder geval lastig. Venović, het is 3 tegen 2. Venović, goed uitspelen nu. Venović kan het zelf doen. Venović, ach jongen. Wat een kans voor Feyenoord op de 1-2. Nu loopt de laatste minuut en is hier Sobol voor Zorya Luhansk. Nog altijd 1-1.
linksback die nog steeds energie heeft. Voorzet is wat aan de harde kant. Kamaniuka kan klaarleggen. Schot is hard. En nou, niet slecht. Ivan Petriak. En dan eindigt het dus in 1-1. Feyenoord had knap stand met een man minder in de tweede helft. Af en toe met hangen en wurgen, maar kreeg zelf ook die ene hele grote kans met Venović.